Welkom bij een nieuwe uitzending van Studio Windesheim. En vandaag hebben wij te gast Henk Hagort. Henk, welkom. Goeiedag, allebei. Welkom. Hi. Ja, daar zijn we met een korte blik met jou op hoe het gaat en waar we voor staan. Allereerst, hoe is het met je? Ja, goed hè, naar de omstandigheden, want we leven in een rare tijd, hè? Maar met mij, met mijzelf en mijn gezin gaat het goed. En dat bedoel ik, we zijn allemaal gezond. Geen hele rare dingen. Ik ben opa geworden onlangs, dus ik bleef een hele leuke tijd. Gefeliciteerd. Ja, en verder werk ik bijna 100% thuis. Zoals veel collega's die niet direct onderwijs geven. Nou, en dat heeft zijn ups en zijn downs, ook in mijn werkplezier. Ja. In maart hadden jullie nog wel in het begin toen een wisselende afspraak. Hè? Dan zat jij er, dan zat Inge er. Hebben jullie dat nu weer zo'nzelfde constructie? Nee, dat hebben we eigenlijk afgesproken toen we na de zomer weer begonnen. Hè? Het septemberregime. Toen hadden we zoiets van, nou, ieder 2 dagen op de campus en 3 dagen thuis. Maar toen in begin oktober de maatregelen weer strenger werden, hebben we gezegd, ja, weet je, dan moeten wij ook daarin het goede voorbeeld geven. Want ja, iedereen wil wel graag naar de campus. Ja. Maar laten we dat nou echt beperken tot de mensen die lesgeven. Want dat kunnen we ook uitleggen naar de buitenwereld. Hè. Er zijn hele sectoren die moeten dicht, vaak met hele grote gevolgen voor mensen zelf. Eigenlijk om verkeersstromen en contacten zoveel mogelijk te beperken. Wij mogen voor een deel dan, hoe weinig ook, mogen we open blijven. En dan moeten we ook, waar het maar even kan, het goede voorbeeld geven. Ja, je bent wel verkast naar een andere werkkamer volgens mij, of is dat... Nou, we hebben inmiddels, omdat mijn vrouw ook natuurlijk nu meer thuis werkt, hebben we 2 plekken, eentje in de woonkamer. Ik zit nu op de voormalige kamer van een van mijn dochters, die op kamers woont, dus die was nu vrij. En de werkkamer is in deze fase van het jaar zo koud dat ik dan liever hier op deze slaapkamer zit. Ja, precies. Ja. Ja, dat herkennen wij. Ik denk dat bijna iedereen wel een fase 2 of 3 in de werkkamer heeft gehad inmiddels. Bureaus waar stukjes aangemaakt worden en bureaustoelen erbij. Ja. En je noemt het al, hè, septemberregime en zo min mogelijk dan die bewegingen, die reisbewegingen hebben. Als je nu terugkijkt op 2020, we zijn nog niet helemaal bij bij de finish. Maar als je nu terugkijkt op de periode die we hebben gehad, wat is nou een moment of een beslissing waar je nu achteraf wel met goed gevoel op terugkijkt, waar je misschien zelfs trots op bent? Dat vind ik nog wel moeilijk, want het zijn natuurlijk allemaal dingen waar je helemaal niet trots op bent dat we ze moeten besluiten en soms wordt er voor je besloten. Dus daar heeft al niet zo zin. Besloten, ja. Ja, dat heeft niet. Ik denk wat we geprobeerd hebben en denk af en toe goed gedaan hebben is proberen de consequenties voor ons tijdig in kaart te brengen en aan opleidingen tijdig mee te geven, ook al was het voor ons nog niet helemaal zeker waar ze aan toe zijn. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld al vrij snel aangegeven, nou, na de zomer is het ook nog corona. Ja, dat lijkt nu allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat was even nog een moment best spannend. Ja. En we hebben ook eigenlijk al nu voor de herfstvakantie hadden we alweer het signaal gegeven, hou in het tweede semester ook maar rekening met beperkingen. Ja. Nou, dat zijn op dat moment geen zekerheden, maar dan weeg je het belang dat teams hebben aan duidelijkheid versus de duidelijkheid die je zelf al hebt. Nou, dat heeft een paar keer helaas goed uitgepakt, want je zou liever ingehaald worden door het feit dat men zegt, nou ja, je was veel te streng. Dus dat is denk ik goed. En wat lastig blijft en denk ik in het voorjaar helemaal gaat worden, is als het natuurlijk weer meer in grijs tinten gaat worden. Hè. Nu, ja, zeker, wij maken dit interview op een moment dat we moeten afwachten welke maatregelen er nog verder komen. Ja. Maar er gaat een fase komen dat een substantieel deel van studenten of docenten is gevaccineerd of niet. En wanneer ga je dan weer open? Wie mag er dan? Wie durft er dan? Wat worden dan de regels? Ja. Dat wordt nog een spannende fase. Ik kun je al een tipje van de sluier van oplichten over hoe dat nu in jullie gesprekken gaat. Mogelijk in de appgroep met die het gesprek in april geloof ik noemde, dat je veel overleg hebt met de andere hogescholen. Is er al iets van een beeld dat zich tekent van hoe dat eruit gaat zien dan, als er een vaccin is? Nee, dat vind ik eigenlijk nog stil. Hè. Ik denk ook omdat nog helemaal niet duidelijk is in welk tempo het nu uiteindelijk gaat en wij zijn niet
een geprioriteerde sector. Zoals dus, de zorg wel is. De zorg ja. Is met, ja, precies. Ja, zoals de zorg is. Ook in bepaalde kwetsbare groepen. En verder zullen we te maken blijven hebben met het feit dat natuurlijk je wel niet laten inenten. Dat is gewoon een besluit dat je in Nederland zelf gelukkig mag nemen. De overheid gaat niet over de integriteit van jouw lijf. Nee. Dus dat is een basisregel. Daar hebben we het intern al wel over gehad. Omdat wij op opleidingen ons nu al vragen stellen van hoe gaat dat straks? Ja, we gaan geen mensen verplichten zich in te enten. En juist daarom kan het ook een spannend onderwerp worden. Want we hebben wel verwachtingen naar elkaar toe of je dat wel of niet doet. En jouw keuze heeft ook wel weer gevolgen voor anderen. Daar denk ik ook, tenzij de overheid beleid gaat maken dat het moet. Dat zie ik anders dan met mondkapjes nog niet zo heel snel gebeuren. Zullen we daarmee moeten dealen? En dat vraagt dus iets, denk ik, van collega's onderling. Maar ook van leidinggevenden om daar op een verstandige manier mee om te gaan. Hoe gaan die gesprekken dan, Henk? Met wie heb je dan dat soort gesprekken? Als je dan alvast vooruitkijkend in een soort van glazen bol wil kijken van waar gaan we op anticiperen? Nou, dan hebben we, eigenlijk vind ik dat wel mooi om te zien vanaf maart. Hè, je ziet dat Nederland in een soort actiemodus komt waarin de lijnen heel kort worden. Dus er is eigenlijk om die persconferenties is er steeds een cyclus. Waarbij het kabinet eerst uitvraagt bij de verschillende deskundigen natuurlijk wat er ongeveer aan zou kunnen komen. Dan worden de mogelijke maatregelen verzonnen. Die worden dan ook met de sectoren besproken. Dat betekent in ons geval dat het bestuur van de VH elke week heb ik op dinsdagavond om 5:00 heb ik een extra bestuursvergadering. Spelen daar dingen dan woensdags is er altijd een overleg met de minister. Daar gaat dan de voorzitter een van de VH, maar ook van het voortgezet onderwijs. Van de universiteiten. En dan zitten ze allemaal bij elkaar, halen ze op uit de sectoren, nemen ze mee. De minister brengt dat in het kernkabinet. Nou, soms wordt dat dan overgenomen en soms wordt het overroeld door het kernkabinet. En dan heb je na het weekend weet je de uitslag. En dan doe je de weken daarna weer zo'n rondje. Ja. En je geeft dus aan dat jullie vanuit de Vereniging Hogescholen, dat jullie advies geven. Ja. Dat jullie aan tafel zitten wekelijks. Ja. Maar tegelijkertijd is het dan, Je zegt de uitslag krijgen na het weekend. Het is dan ook weer afwachten van hoe gaat het. Hoe gaat het precies? Ja, dus wat bijvoorbeeld vandaag heel spannend is. Hè, we hebben weken geleden. Want wij praten nu op dit moment. En we weten vanavond is er een persconferentie. En we weten niet precies wat er gebeurt. Maar het wordt niet leuk. Nee. Wij hebben de afgelopen maanden vanuit de Vereniging Hogescholen met OCW een soort routekaart gemaakt. En we hebben dus een aantal scenario's in kaart gebracht van op- en afschalen. En daarin hebben we bijvoorbeeld heel erg bepleit dat mocht er weer zich een situatie voordoen waardoor ook hogescholen over moeten stappen naar online onderwijs en geen fysiek contact meer, dat er dan ook nog een scenario is waarbij dat gebeurt terwijl wel de toetsweken doorgaan. Dus eigenlijk het schrappen van de toetsweken, dat nog een soort ultieme maatregel is. Ja. En dat was wel onze les uit de eerste lockdown. Van onderwijs naar online is erg, maar de toetsen niet kunnen doen, dat is echt voor studenten en ook voor docenten qua ombouwen van toetsen. Ja. En dus wij hebben vanmiddag, ik heb vandaag even contact gehad met mijn collega's en ik weet, die hebben vandaag al bij OCW ingebracht. Wat er ook gebeurt, zorg dat wel die toetsweken mogen doorgaan. Maar je weet niet wat uiteindelijk die paar ministers die in die end echt de knoop doorhakken. Uiteindelijk gaan besluiten. Dus welke kant het dubbeltje opvalt, dat weet je dan nog net niet exact. Maar je kunt wel proberen op die manier zoveel mogelijk invloed daarin. We zullen het vanavond horen in de persconferentie. Ja. Want inderdaad, je noemt het terecht, nu op dit moment net het nieuwsbericht naar buiten gekomen. Precies. Dat er persconferentie is en strengere maatregelen aankomen. Als je nu kijkt voor de toekomst, voor 2021. Wat vind je, je noemt net al, de toetsen is een heel belangrijke focus. Dat door kan gaan. Wat is nou echt een punt waarvan je zegt, dat vind ik echt heel spannend voor wat er aan zit te komen? Even los van de vraag wanneer we weer terug in min of meer normaal zijn. Hè? Dat is voor iedereen een spannende vraag. Ik ben geen profeet, hè, maar ik denk als je een beetje de kranten leest, dan mag je hopen dat we na de zomervakantie weer een beetje een normaler regime krijgen. Ja. En misschien ergens in de aanloop nog een soort september regime. Dat je weer een paar dagen op de campus mag komen. Maar wat ik het allerspannendste vind dit jaar is hoe het met onze studenten zal gaan. Wat gaan we zo meteen zien als we de resultaten van de eerste en de tweede toetsweek analyseren?
Wat gaan we zien als het gaat om vertraging en uitval van studenten? Want daar maak ik maak me echt zorgen over een groep studenten die normaal met goede begeleiding en door contact net het redden. Ja. En die nu eigenlijk het behoorlijk niet redden, omdat die contacten er niet zijn. Hè. Dus ja. met een wat duurder woord, de tweedeling tussen onze studenten. Hè. Je komt uit een, je hebt prima bagage meegekregen, je woont in een stabiel gezin en je hebt een mooie kamer. Je kunt jezelf motiveren, haal je echt ook nu die 7 wel. Ja. Maar als je echt de context van de hogeschool, van je vrienden, van de docent, van de begeleiding nodig had om van... Nou, om net even die 6 te halen, dan haal je misschien nu wel een 4. En die eerste signalen krijg ik wel als ik opleidingen bezoek. En, welke signalen krijg je? Dat die middenmoot een beetje eruit valt. Dat het of gewoon slecht is, of ze komen niet opdagen, of het is dat gewoon goed. En dat is natuurlijk het goede nieuws daarvan is, daarvoor zijn wij er dus. Hè, om met die begeleiding, je kan niet los van de context van een hogeschool en docenten, zomaar een opleiding doen. Dat is het goede nieuws. Ja. Maar het slechte nieuws is natuurlijk dat je het nu niet kunt bieden. En de zorgen daarna... over de student, hoe het met de student met de voortgang gaat. Maar ik kan me ook voorstellen, wat ook een onderwerp is, gewoon hoe gaat het met de mens, met de student sociale context en het welzijn. Ja. Ja, en ook daarin tikt dan nu, als je wat ongelukkiger, in wat ongelukkige omstandigheden woont of leeft, tikt dat nu gewoon dubbel zo hard door. Ja. Daar gaan we denk ik nog heel lang de gevolgen maatschappelijk en in de hogeschool van zien. Ja. En het risico naar docenten is dat, die hebben natuurlijk allemaal een hart voor die student. Dus die zien dat ook en die gaan dan nog harder lopen om ietsjes daarvoor te doen. En dan gaan hun metertjes in het rood. Dus hoe begrens je dan jezelf weer? Dat je denkt, ja, ik kan dit ook niet oplossen. Ik moet ergens ook mezelf beschermen en zeggen, jongens, nou doe ik het even niet. Ja. Wat kunnen wij daarin allemaal met elkaar doen? We hebben natuurlijk het begin van het schooljaar gehad met Umberto Tan over vitaliteit. Hè? Dat ging zowel over mentaal als fysiek. Nou, we zien het ook in jullie berichten terugkomen. Pas ook goed op elkaar, let op elkaar. Wat kunnen wij als medewerkers en als studenten daarin betekenen voor elkaar? Ja, ik vind dat elke dag weer een zoektocht. Hè? Dus ik probeer zelf, ik bezoek toch elke week wel online een paar teams. Probeer ik dit wel altijd te zeggen, het is oké als je even het streep trekt. Dan is dat ook in je team bespreekbaar. Hè? Dus ik denk hoe dat reageren daar... mensen daarop? Vinden het wel prettig dat ze even horen. Dat je je niet schuldig hoeft te voelen als je gewoon zegt, jongens, vanavond doe ik even niet die mails van die studenten. Want anders, ik moet zelf ook even bijtanken. Dat is voor mij ook eindig. En daar kunnen we elkaar dus in helpen, denk ik. Ook in teams en tussen collega's. Door dat oké te vinden. En dat ook te bespreken. En te zeggen, weet je, dat mag gewoon. En dat is... Dus dat is geaccepteerd. Ja. Dus dat helpt. Nou, verder proberen we een ondersteuningsstructuur aan te bieden. Nou ja, daar moeten mensen dan wel zelf van kiezen. Ik maak er gebruik van. Hè. Dus korte trainingen of intervisie. Of wandelcoach. Nee, van alles. Hè. Ja. Dus dat kan. En daar heb ik... ik heb wel veel vertrouwen in dat leidinggevende zo door de bank genomen. De medewerkers actiever dan voorheen daar ook op wijzen. Maar desondanks zie je, mijn inschatting, zeg maar 15-20% van de collega's die lopen met de metertjes te ver in het rood. Ja. Dat vertaalt zich niet direct in ziekteverzuim, want dat zien we niet. Maar wel in verminderd werkplezier, in werkdruk, in het gevoel nooit af te hebben. Zorg hebben dat je de kerst niet haalt, laat staan de zomer. Dat is zorgelijk. Ja, dat is zeker zorgelijk. Ja. En dat gaat ook iedereen aan, zowel studenten als medewerkers, wat je noemt. Ja. Dat is een collectieve last die er is. Ja. Ja. Nu eerst zo meteen kerstvakantie. Ja. Bijna kerstvakantie. Donderdag hebben we nog een kerstborrel volgens mij. We in ieder geval als collega's elkaar misschien nog even virtueel kunnen... Ja, om 2:30 donderdag online natuurlijk. Hè, dat hadden we liever fysiek gedaan. Kort, hè, dus het is niet de bedoeling dat we elkaar een uur bezighouden. Maar het zou hartstikke fijn zijn als er om 2:30 zoveel mogelijk collega's even inloggen. Ja. En we elkaar online een goede feestdagen kunnen wensen binnen alle beperkingen. Ja. Dus uitgenodigd allemaal. Nou, hartstikke goed. Zou jij, Henk, tot slot de medewerkers of studenten nog iets willen meegeven voor in de vakantie? Oef.
Studenten hebben al een trui natuurlijk. Hè? Die studenten hebben al een studenten trui. Hebben al een trui. Ja, 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 kijk. Medewerkers kerstpakket. Medewerkers kerstpakket, ja. Ja, iets ja, anders. Nou, echt even te kijken hoe je... want je kan vaak niet doen wat je wil doen. Hè? Want dan had je misschien op vakantie gegaan... of met allemaal vrienden in een huisje van je studentenvereniging... een feestje georganiseerd. Dat kan niet. Dus, maar om toch te proberen binnen die beperkingen maximaal... te investeren in die energiemedertjes weer goed te krijgen. Dus voor medewerkers betekent dat echt even loslaten, durven loslaten. We gaan allemaal altijd voor achters en negers. Maar het kan soms nu niets anders dan een 6 of een 7 zijn omdat het corona is. En iedereen maakt professioneel zelf die keuzes en afwegingen. Maar hou daarin ook rekening met jezelf. En studenten, ja, weet je, mijn hart bloedt. Als ik gewoon zie wat er gebeurt. En ik heb zelf ook kinderen in die leeftijd. En ik kan ze ook niks bieden. Ik kan zeggen, kom thuis. En dan mag ook niet met iedereen erbij. Nee. En ik kan ze ook niet stimuleren om met vrienden de dingen te doen die ze willen. Want dan beveel ik dingen aan die tegen de gezonde afspraken zijn. Ja. Maar het is op die leeftijd gewoon niet mentaal niet gezond om je op deze manier kerst te moeten gaan vieren. En oud en nieuw. Dat wil je niet. Nee. Dus ik, ja... Dus pas goed op elkaar en op jezelf. Neem rust, hoor ik je zeggen. Ja. We gaan zien waar het naartoe gaat. Maar ik denk dat wij jou hartelijk willen bedanken voor de tijd. En even het gesprek wat we met jou hebben gehad. Ja, en wie weet mochten nou vanavond hele bijzondere dingen worden afgekondigd. Dan moeten we elkaar misschien deze week nog even een keer afdekken. Ja. Dan maken we een extra editie. Laten we hopen dat het niet nodig is. Laten we dat hopen inderdaad. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel Henk. En een goede kerstvakantie. Ja, tot donderdag. Weer.